Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Zo. Oh. Beste allemaal, van harte welkom hier in een bommenvolle zaal, zoals u kunt zien. Alle plekken zijn bezet, op één stoel na, maar die wordt dadelijk ook nog vast bezet, want er is nog een wachtlijst. Er is zelfs gebleken dat wij veel meer mensen hadden kunnen huizen hier in deze grote zaal. Zoveel mensen hebben dus vragen over kwetsbaarheid, over wat doe je als het tegen zit, of uit welke bronnen moet je dan putten en hoe moet je je dan houden? Want hoe maakbaar is het leven eigenlijk? Met al die flashy Instagram-accounts zou je bijna vergeten dat het leven vaak genoeg een struggle is. Dat kwetsbaarheid normaal is en misschien zelfs wel wenselijk, maar ook moeilijk. Daarover gaan wij het vanavond hebben. Mijn naam is Yvonne Zondrop, ik ben vanavond de gespreksleider. Er zijn een paar interessante gasten die ik uitgebreid ga interviewen, die dan op elkaar gaan reageren, die ook een podium krijgen. En dat betekent dat u wel aan bod komt, maar pas later op de avond. En dan kunt u natuurlijk uw vragen stellen, uw reacties geven, uw opmerkingen maken. Maar de eerste tijd gaan we echt besteden aan het luisteren naar de gasten die we hier vanavond hebben verzameld. Dus voordat zij allemaal het woord krijgen en u lang naar het podium moet kijken en moet luisteren, wil ik u toch een paar vragen stellen, zodat we ook een beetje weten met wie we hier in de zaal zitten. En dus wil ik vragen uw handen op te geven, uw handen omhoog te steken, als u zich wie wel eens kwetsbaar voelt en moeite heeft om dat toe te geven. Nou kijk, dat is toch zeker de helft en zo moeilijk is het gelukkig toch niet om toe te geven. Wie is wel eens in de buurt geweest van een burn-out? Dat is toch ook nog een flink aantal mensen. En wie heeft de ervaring dat je kunt piekeren en piekeren en piekeren en in één klap haalt het echte leven je zomaar in en zet je weer met beide benen op de grond, bijvoorbeeld omdat er een kind wordt geboren? Nou, toch ook nog heel wat. Nou, dan zullen jullie allemaal heel erg geïnteresseerd naar het gesprek vanavond luisteren, want al deze thema's komen straks aan bod. We gaan geen sombere avond van maken, maar wel eerlijk zijn. Dat is volgens mij waar we allemaal behoefte aan hebben vanavond hier. Mijn eerste gast is eigenlijk de hoofdgast. Dat is Christa Anbeek. Christa is theologe. Ze werkte onder meer bij de Universiteit voor Humanistiek en ook bij de Remonstrantse Kerk. Ze schreef een aantal boeken. Daar is ze ook bekend van. U kent misschien de boeken Overlevingskunst en De Berg van de Ziel. Maar nu is er een nieuw boek van haar. Dat heet Voor Jozef en zijn broer. Vanavond houden we dat boek eigenlijk ten doop. Dat is ook de reden waarom we dit debat hier hebben. Ik ga haar daarover ondervragen. Geef haar alvast een applaus. Christa Anbeek. Neem plaats. Gaat het zo? Ja, moet ik hem eventjes zo doen? Ja. Heb je het nou met je handen daar? Ja. Laat eens zien, zo, naar de mensen. Kijk. Ja, veel mensen, althans sommige mensen hebben het al gezien, want het is vanaf vorige week in de boekhandel verkrijgbaar. Dus, ben je er trots op? Ja, wat heel erg leuk is, het is dus voor Jozef en zijn broer, en dat zijn geen fictieve personen, maar twee echte kinderen. Jozef is 5 nu.
En toen hij het zag vorige week, zei hij, hey, dat zijn wij. Want ze zijn nu inderdaad zo groot als ze hierop afgebeeld staan. He, dus een kleuter van 5 en een kruipend babytje van 9 maanden. Prachtig, ja. Heel mooi. Mag ik jouw boek omschrijven als een verhaal van een zoektocht van hoe kan ik overeind blijven, kwetsbaar en wel? Ja, overeind blijven is eigenlijk suggereert dat ik misschien niet ook hard gevallen ben. Ja. He, dat is wel het geval. Dus het is, ik heb dit boek, ik was het al van plan om te schrijven, maar ik kwam er maar niet aan toe, omdat ik het zo druk had met allerlei andere dingen. En dat heeft mee, nog waren heel veel andere oorzaken, maar meegeleid tot een burn-out. Ja. En het is eigenlijk vanuit die diepte dat ik ga zoeken. Hoe ja. kom ik nu terecht in een leven wat ja, toch minder zwaar is, wat ook plezier kent, wat ontspanning kent, waar ik er gewoon mag zijn zonder keihard te bewijzen dat ik er mag zijn. En het is dus het is eigenlijk vanuit de val ja. overeind krabbelend geschreven. Het schrijven hielp mij ook echt. Okay. Ik ben echt toen, ik ben theoloog, ik werk aan universiteiten en ik ben gewend om eerst hele dikke boeken te lezen, dan samenvattingen te schrijven, dan die samenvattingen nog te controleren, dan vanuit de samenvatting een tekst te schrijven, terug naar de samenvatting. Klopt het? Ja. Als ik mijn samenvatting, terug naar het boek. En hier kon ik alleen maar uit de losse pols schrijven. Oh ja. Dus ja. het is ook een heel ander boek geworden. Met hele losse verhaaltjes erin. Later heb ik natuurlijk wel ook wat filosofische en theologische teksten ingezet. Eerst nog veel te lang volgens mijn redacteur die hier aanwezig is. Hè. Helemaal ingekort. Maar het grootste schrijfplezier en ook wat mij het meeste hielp was het losse schrijven. En dat dus het eigenlijk het meer het schrijven gewoon vanuit de pols of vanuit het gevoel. En veel minder vanuit het hoofd. Ja, veel minder vanuit het hoofd. En dat is een belangrijke les die je in dat boek ook trekt. Ja, ja. Dat misschien, ik vind denken belangrijk. Hè? Mm-hmm. Anders was ik, kan moeilijk hoogleraar zijn en zeggen dat denken niet belangrijk is. Maar ik ben ooit gepromoveerd op Japanse filosofen. Mm-hmm. En die zeiden eigenlijk de diepste vorm van denken is intuïtief denken. En wat ze daar helemaal mee bedoelden, dat begreep ik natuurlijk niet. Maar ik denk niet? Dat, ja, omdat het zo ongrijpbaar is. Hè. Wat bedoel je dan als je zegt intuïtief denken? Ja. Maar ik denk dat ik daar wat dichterbij gekomen ben nu ik deze manier van schrijven niet alleen meer als dagboekschrijven gebruik, hè, maar ook zeg van, hey, je komt misschien als je losser bent van je hoofd, mm-hmm. hè, zonder als een kip zonder kop, helemaal. Hè? Mm-hmm. Maar kom je misschien wel op diepere waarden, waarheden uit dan wanneer je puur vanuit het denken en de ratio en de wil doet. Ja, ja. ja. Dat, je schrijft in je boek ook heel duidelijk over die tegenstelling tussen denken en beleven. Alsof dat inderdaad helemaal niet samen kan gaan. Nou ja, kijk, daar ben je dan. Dus ik schrijf ook dat ik spijt heb gehad, niet één keer in mijn leven, maar best vaak. En ook toen ik in die burn-out kwam weer, dat ik theologie en filosofie ben gaan studeren. Ja. Omdat ik daardoor, ik was na de middelbare school, dus dan word je eigenlijk nog gevormd door je studie ook. En ik heb daardoor aangeleerd om alles via denken te benaderen. Ja, dus zowel bij theologie als bij filosofie. Ja, en op een gegeven moment wilde ik naar plezier scheppen in het bestaan, spelen, speelsheid. En wat doe ik dan? Dan haal ik een hele grote stapel boeken over spelen uit de bibliotheek. Ja, hoe, ja. Hè, en hoe ver kun je heen zijn, hè, ja. denk ik nu. En toen was dat kleinkind er al. Die was toen 1,5, dat beschrijf ik in het boek, hè, dat ik ja. dan eerst van mezelf moest studeren en dan konden we later op de dag gaan wandelen. En dan speelt hij ook tijdens dat wandelen. En dan valt het kwartje langzamerhand. Dat ik denk, als ik iets over spelen wil leren, moet ik naar hem kijken. Ja. En naar andere kinderen. En misschien die boeken vergeten. Nou ja, dat kon ik niet. Het moest tot een burn-out komen. En toen werd ik gedwongen, want ik kon niet meer lezen. Nee. Die burn-out ging bij mij gepaard met echt een heel vervelend kriebelgevoel in mijn hoofd. Dus ik kon
ik kon echt, ik heb echt een hele lange periode niet kunnen lezen. Ook geen makkelijke dingen, helemaal niks. Nee. En dat idee dat je moest lezen, moest studeren, dat al die kennis en wijsheid in de boeken zat. Waar had je dat vandaan? Is dat in de cultuur? Is dat jouw geschiedenis? Is dat, hoe verklaar je dat? Ik weet het niet. Misschien toch een hoop dat je ergens kunt vinden hoe het leven in elkaar zit. Ja. En ik theologie en filosofie, in ieder geval toen ik als 18-jarige dat ging studeren, hadden filosofen en theologen voor mij een zeker gezag. Ja. En ik dacht, die mensen die hebben gestudeerd over het leven, en niet alleen de docenten die ik zelf had, maar eigenlijk ook de generaties daarvoor en die oude geschriften. Dus ik denk ook dat er in boeken wijsheden verzameld zijn. Ja. Maar op de een of andere manier, heeft de studie mij niet genoeg geholpen om te leren ontdekken dat waar het over gaat, uiteindelijk niet in de boeken staat. Nee. Maar in het gewone leven te vinden is. Ja. En nou zou je kunnen zeggen dat het idee niet alleen van filosofie. Kijk, filosofie is natuurlijk, dat gaat over denken, dat is de geschiedenis van het denken. Maar theologie zou je van kunnen zeggen, dat gaat misschien ook over beleving, over hoe je God ervaart. Of toch heb jij het heel erg over dat denkende deel. Ja, dat komt dan misschien. Ik heb dan binnen theologie gekozen voor godsdienstfilosofie. Oh ja. Ja. Dat is dan eigenlijk. Ja. Dat was ook het heel uitdagend. Ja, en later boeddhistische filosofie. Ja. En dan kan je denken van, via dat boeddhisme kom je toch op een ander spoor. Dat is deels ook zo. Want toen ik mijn proefschrift af had, ben ik eigenlijk tijdens mijn proefschrift dat over boeddhisme ging, ook al gaan mediteren. Maar dan nog. Ook dat was voor mij eigenlijk een soort van dwaalspoor. Omdat ik in ieder geval het zo heb gebruikt van weer een enorme inspanning leveren. Toen was mijn eigen dochter klein, hè? En ik zat te mediteren en dan moest hij weekenden naar haar vader. Oh ja. Nou, dan moest ze toch, hè, want wij woonden niet op een gegeven moment niet meer bij elkaar. Maar dan kon ik mooi mediteren. Oh ja. Terwijl ik eigenlijk ook toen al een hunkering voelde, ik wil gewoon met haar spelen. Ja. Maar weer dat gevoel, als ik maar veel inspanningen pleeg. En hetzij denkend, hetzij lezend, hetzij studerend. Ja. Of mediterend. En dat waren lange sessies, hè, soms 10 dagen. Je kan nog veel langer, dat heb ik gelukkig nooit gedaan. Maar als je maar inspanning levert, dan kom je uit waar je hoopt te zijn. Hè? Ja. Die oase waar het water stroomt. Dus je moet eerst je best doen. Je moet hard werken. Het is je niet zomaar gegeven. Ja. En waar ik dat vandaan heb, kijk, dat was bij ons thuis niet zo heel erg het regime. Ik ben opgegroeid in een gezin waar we onze borden niet hoefden leeg te eten. Okay. Dat geeft al iets aan, hè? Dat het was niet zo idioot streng. Maar het is natuurlijk wel, denk ik, een gegeven in onze cultuur. De Calvinistische cultuur. Ja, het harde werken. Dus, werken wordt met succes beloond. Ja. Tijd niet verspillen. Had je ook het idee dat jij misschien, omdat je al die studies ging doen, in een tijd waar nog lang niet iedereen ging studeren, dat je extra je best moest doen? Speelde dat nog mee? Nee, dat eigenlijk niet zo. Het is wel zo dat ik ook, mijn ouders hebben niet gestudeerd. Dus ik was wel de eerste generatie die stap maakte. Maar al jong in mijn studie overleden zij. En dat heeft bij mij die drive veroorzaakt van ik wil daar iets tegenover vinden. Ja. Dus het is niet zo van nu krijg ik de kans, dus moet ik mijn best doen. Maar veel meer, ik wil een antwoord op die dood vinden. Ja. En dat is dus denken helpt dan uiteindelijk dat antwoord niet vinden? Nee, uiteindelijk niet. Dat zeg ik aan het einde van mijn proefschrift al. En dan ga ik die zenweg op. Ja. In dit boek wordt het allemaal nog eens een keertje. Het is toen ik die burn-out kreeg. En het misschien ook, ik werd ouder dan mijn ouders geworden zijn. Het is dan net alsof je ook weer een zone betreedt van, nu weet ik het helemaal niet meer. Nee, hè? Van, nee. En het is alsof ik de gang nog een keer moest maken. Maar
ja, ik kan niet zeggen dat ik nu het licht heb gezien. Dat zou ik te veel. maar is wel dat ik denk dat altijd maar met die inspanning en je best doen en denken dat je... Het zit echt in een heel ander soort houding. Ja, op een bepaalde manier. Misschien toch veel meer in iets van ontvankelijkheid en de dingen naar je toe laten komen. Ja. Waar in ieder geval voor mij een sleutel ligt. Ja, ja. Ja. Je beschrijft ook in je boek dat je op een gegeven moment al bezig was met een soort methode te ontwikkelen. Om allerlei mensen te laten vertellen over hun kwetsbare momenten. En ze daarbij mee laten helpen dat te accepteren. Daar was je eigenlijk al een heel eind mee op streek. Misschien kun je daar nog wat meer over vertellen, over hoe dat toen ging. Wat je toen ontwikkeld hebt. Ja, dat is een dialoogspel. Kijk, wat ik al wel door tamelijk jong ingrijpende verliezen mee te maken... Misschien kun je even vertellen wat je hebt meegemaakt. Ja, dus daar begint het boek ook mee. Het begint heel heftig. En 30 jaar geleden, nota bene, dan ga je nog een keer naar die ervaringen terug. Dus ja, er zit nog altijd een soort verlegenheid achter. Maar toen ik studeerde, overleed mijn vader aan suïcide. Een jaar later overleed mijn moeder. Die was ziek. En de dag daarna suïcideerde mijn broer zich. En dat past in een... ja. Generatie van waar dit generaties van mijn oma, tante. Dus er zit een hele lijn van suïcides in mijn en onze achtergrond. En dat heeft, toen ik begin 20 was, mijn hele bestaan op zijn kop gezet. Ik dacht altijd, dit komt goed. En daar was ik eigenlijk ook zo'n soort hoopvol. Ik was toen nog gelovig. Ik wil niet suggereren dat ik dat nu niet meer ben, maar ik was op een andere manier gelovig dan nu. Ik bad en ik dacht, God zorgt voor mijn familie. En dat ging dus helemaal mis. Ik studeerde theologie en dat was een enorme afgrond. En tegelijkertijd is daardoor iets in mijn leven gekomen. Ja, maar het staat nu ook op scherp. Dit soort ervaringen, ik weet nog niet wat ze mij over het leven laten zien, maar ze laten mij iets zien. Wat ik gek genoeg, kijk, en ik heb dan via de boeken erachter proberen te komen. En ik wil niet zeggen dat het louter een dwaalspoor is. Het heeft mij ook kennis en begrip gebracht over het leven. En hoe divers filosofen schrijven over wat echt belangrijk is in het bestaan. En ook religies hebben heel verschillende antwoorden. En waar ik wel achter kwam, is dat dit soort sleutelmomenten in levens van mensen, daar gebeurt iets. Iets belangrijks. En daar gaan filosofische en religieuze tradities ook vaak over. Maar dan is het dus belangrijk dat je naar die sleutelmomenten in je bestaan durft te kijken. Anders snap je niet waar religies of tradities over gaan. Ja. En ik ben op een gegeven moment geestelijk verzorger in de psychiatrie geworden. En daar ben ik begonnen in kleine groepen. Ja, mensen waren daar hartstikke kwetsbaar, hadden allemaal ontregelende dingen vrij recent meegemaakt. En daar ben ik in kleine groepen begonnen, oké. Hoe ziet jouw kwetsbaarheid eruit? En hoe die van jou? En hoe die van jou? En wat maakt dat je deze dag toch doorkomt? Ja. En wat is dan belangrijk? En wat maakt dat je toch nog het aandurft tot volgende week? En zo heel met kleine stapjes ging ik eigenlijk met mensen zoeken van... laat zich in die kwetsbaarheid zien als wat van waarde is in het leven? Want volgens mij... En dat ontwikkel ik verder in dit boek. Krijg je gek genoeg door ingrijpende ervaringen en ontregeling en die confrontatie met kwetsbaarheid toch een scherper zicht op het bestaan. Ja, dat maakt je gevoeliger voor het leven. Ja, en dat, want je noemde net met jouw introductie ook geboorte. Ja. Het hoeft niet per se zo tragisch te zijn zoals... Nee. Ja, het mij overkomen is, hè. Ik spreek veel bij humanistiek ook, hè. Er waren veel jonge studenten en als ze soms in verwachting waren of jonge ouders van kinderen, dat is net zo goed, kan daar een heel diep besef van hoe kwetsbaar het leven is en dat je deels kunt maken, maar dat het deels ook zo fragiel is en zo geluk als de dingen goed gaan. Ja. En dat eigenlijk de grote wijsheid is, misschien? Nou... Die ervaring op zich, want kijk, daar heb ik dat hele spel dan voor nodig. Die ervaringen, en dat is ook de ervaring, denk ik, van bijna iedereen. Die zijn heel intens en belangrijk op het moment dat je ze ondergaat.
Maar dan, als het leven weer goed gaat, ebben die ervaringen weg. Ja. En mijn idee achter dat dialoogspel is, wij kunnen er dingen van leren. Mm-hmm. Maar dan zouden we eigenlijk in een soort samenspraak met elkaar moeten gaan bekijken, wat zit er in die ervaringen? En als je die ervaringen echt serieus neemt, worden er dan misschien andere dingen belangrijk, ook in ons dagelijks en gewone leven, dan wanneer alles maar goed gaat en je doorhobbelt met de waan van de dag. Ja. Ja. Dus ik heb een spel, een model, het wordt nu tot spel omgevormd, van 7 bijeenkomsten waar telkens vanuit een ander thema naar die ervaringen wordt gekeken. Het is een soort reis, een groepsreis. Je komt allemaal met je eigen bagage binnen en je pakt het uit. Dat is al heel wat als het over kwetsbaarheid gaat. Hè? Want, ja. En dan gaan we elke keer ga je kijken. Van, nou, wat was nou echt in jouw ervaring, wat bleek waardevol? Een andere vraag is, wat liet jouw ervaring en het verloop daarna jou nou zien van jouw plek als mens, te midden van al het andere wat er is? Ja. Ja, waar voelde je geborgen? Welke plek in de natuur of in de stad? Neem iets mee van die plek. Dat is bijeenkomst 2. En dan kom je met je, gaat er al iets extra's in je rugzak. En nou, zo zijn er 7 bijeenkomsten. En langzaam transformeert die rugzak. Want het is niet meer alleen die ervaring en die ontregeling die erin zit. Maar er komt van alles bij. En soms pak je iets wat een ander meeneemt naar zo'n bijeenkomst. Dan denk je, god, nooit aan gedacht. Dat van zo groot belang kan zijn. En dan denk je, nou, mag ik dat een keer van je lenen? Nou, hè, dus dan in samenspraak, maak je eigenlijk, het is geen bekende weg. Het is niet een kant-en-klaar reis, hè, met een reisgids die zegt die kant op. Nee, het is met elkaar ontdekken welke weg er kan zijn vanuit kwetsbaarheid en ontregeling. En wat dan van belang is en waar je dan misschien wel met elkaar kan uitkomen. Is daar veel belangstelling voor het spel? Nou, we hebben het veel gespeeld bij humanistiek. En die moesten het spelen. Ja. Hè, die studenten. Ja, maar ik was de docent. En ik zei van, dat was dan soms wel ingewikkeld. Het boek beschrijft ook een aantal van de bijeenkomsten met de studenten. Maar als ze één keer geproefd hadden aan wat dat spel doet. Ja, dan was het. Hè, dan in de pauzes ging het door. En eigenlijk 8 weken lang duurde zo'n module. Ja. En het was het gesprek van de dag. Ja. Ja. En dat is eigenlijk elke keer mijn ervaring als ik dit met groepen doe. Dat het iets heel dieps raakt en ook iets dieps teweeg brengt onder elkaar. Het is een manier om het tastbaar te maken, bespreekbaar te maken. En het beelden, het is niet alleen praten. Het is ook, want sommige mensen die zijn helemaal niet zo praterig, maar die kunnen veel meer met beeld of iets met muziek. Of, er zit van alles en nog wat in. Je noemt het een spel. Ja. In je boek heb je het ook heel veel over, op het laatst, over de waarde van spelen. Het belang van spelen. Ja. Vertel even. Ja, kijk, ik noem het een spel. En dat is eigenlijk bijna alweer een spel dat ik het een spel noem. Het is niet een echt spel. Het is best serieus. Maar het is in die zin wel een spel dat het zich buiten de echte werkelijkheid afspeelt. Ja. Het gaat over de echte werkelijkheid. Maar dat doen heel veel spelen natuurlijk. Ja. Maar het is ook een soort pauze. Het gaat er even niet om hoe goed je bent of je wint. Het is geen spel om te winnen. En het leuke is dat je juist dan ook heel veel plezier kan hebben met elkaar. Dus het gaat soms over heel tragische, ook over hele mooie dingen. En dat verbindt. Maar ja, soms moet je ook lachen om hoe absurd het leven is. En hoe je daar dan, ja, soms niet meer weet hoe je verder moet. Ja. En dan toch, toch weer een volgende stap kan zetten. En, ja, dus. Ja, ik vind het wel een leuk spel, maar het is wel een serieus spel. Een serieus spel. Ja. Nou, dat had niet anders van jou verwacht. Ja. Ja. Dankjewel. Neem even plaats als je wilt. Ik ga je dadelijk weer terug. Want ik ga nu, dadelijk komt ze nog met Brechtje ook in gesprek. Dus het is niet het laatste wat u nu van Christa hoort. Maar ik wilde nu even het woord geven aan Casper van Rooyen. Hij is een filosoof en hij is eigenlijk de hele dag door bezig met ideeën, zoals een filosoof dat is. Hè? Totdat zijn dochter werd geboren. Toen kwam hij tussen de poepluiers, de groentehapjes en de doorwaakte nachten, zoals iedereen die wel eens kinderen heeft gekregen weet. Een harde botsing met de praktijk.
En hij ging met zijn dochter mee naar buiten. En daar zat hij in de speeltuin met moeders. Die hem allemaal vragen begonnen te stellen van... hoe voed je nou je kind op? Want jij bent toch filosoof en jij kunt daar toch over nadenken. En ons misschien verder helpen. Hij heeft daar columns over geschreven. Die hebben geleid tot een boek. Dat boek dat titel daarvan luidt. En toen kwam Annika en hij gaat ons daar nu zijn column over voorlezen. Het woord is aan Casper van Rooyen. Mijn dochter gelooft niet meer in Sinterklaas. Wat precies de aanleiding was, weet ik niet. Wellicht de kruidnoten die weer in de schappen liggen. Al heeft een kind van 7 niet echt een aanleiding nodig om over Sinterklaas te beginnen. Ze ging hoe dan ook kritische vragen stellen, aan waarheidsvinding doen. En mijn ex heeft op die vragen eerlijk antwoord gegeven. Want zo is ze, mijn ex. En ik kan haar ook geen ongelijk geven. Eerlijkheid duurt immers het langst en zo. Liegen mag niet. Ieder kind heeft het recht de sprookjeswereld achter zich te laten en zich tot een weldenkende volwassene te ontwikkelen. Ik weet dat allemaal best. Maar ik had waarschijnlijk toch heel anders op mijn dochters plotselinge twijfels gereageerd. Ik zou ontsteld hebben uitgeroepen waar ze in godesnaam die vreemde vragen vandaan had. Hoe ze zomaar durft het bestaan van een heilige te betwijfelen. Iemand die jarenlang haar schoenen vulde en daar weinig meer voor terug verlangde dan een wortel voor zijn trouwe ros. Dacht ze soms dat ik ook niet bestond? En wat bleef er dan eigenlijk nog over? Het zal dan ook niet voor niets zijn dat ze hierover bij haar moeder en niet bij mij te raden ging. Haar moeder is er voor de weg van de waarheid, de onnuchterende rode pil. De ontwikkeling tot een rationeel en kritisch burger in een wereld vol alternatieve feiten. Ik ben er voor de fabeltjes, de praatjes, de tegenspraak, de verwarring die troost biedt tot ze onhoudbaar blijkt en moet worden doorgeprikt. Dat onze creatie van haar geloof gevallen was, liet mijn ex me weten tijdens het wekelijkse overdrachtsmoment. Ze vertelde het op een luchtige wijze, als de mededeling dat er weer eens een tandje los zit. Iets waar ik niet direct iets mee zou hoeven, maar waarvan het toch wel goed was om van op de hoogte te zijn. Wanhopig keek ik mijn dochter aan, in de hoop dat zij mij met een vertrouwelijke blik kon laten weten dat ze mama slechts had laten geloven niet meer in de zin te geloven, als het soort vergezochte poets dat zij nog wel eens tracht te bakken. In haar ogen blonk echter enkel trots. Trots dat zij nu de waarheid kende, tot het selecte gezelschap van ingewijden behoorde, dat weet wat er zich werkelijk in die magische decembermaand afspeelt. En dat is wat mij het meeste pijn deed. Dat het haar geen pijn deed. Dat ze het juist als plezierig spannend leek te ervaren om te mogen ontwaken. Voor mij was deze ervaring in de tijd wel anders. En ik snap ook wel dat dit niet bepaald als voorbeeld zou mogen dienen. Dat ik blij zou moeten zijn dat mijn dochter dit lijden bespaard mag blijven. Ik was een Sint-fundamentalist van het allerengste soort. Tot een pathetisch late leeftijd volhardde ik in mijn geloof. Die leeftijd houd ik liever voor me. Maar laat ik het erop houden dat er enige overlap moet zijn geweest van mijn devotie voor de Goedheiligman met de periode dat ik op dagelijkse basis de hand aan mezelf begon te slaan. Uiteraard maakten mijn ouders zich grote zorgen. Ik bleek ongevoelig voor de zogenaamde bewijsstukken waarmee ze op de proppen kwamen. Waaronder een subtiel, op mijn hoofdkussen opengeslagen winkelen prins waarin de levensloop van Nicolaas van Myra uit de doeken werd gedaan. De ingeschakelde instanties wisten ook niet zo goed wat ze met deze problematiek aan moesten. Behalve dan dat ze mijn ouders op het hart drukte dat ik vast alleen maar slechts deed alsof ik geloofde. Dat die overgangsfase bij sommige kinderen nu eenmaal wat langer voort kan duren, al hadden ze een geval als ik nooit eerder meegemaakt. Als je erover nadenkt, maakte het de situatie er niet al te veel beter op. Want waar zou deze persistente act dan vandaan komen? Was ik zo bang dat de realiteit uit elkaar zou vallen als ik moest toegeven dat er niemand door de schoorsteen kwam? Het maakte mij niet uit dat de weinige vrienden die ik had zich steeds verder van mij vervreemd voelden. Dat ik vooraan bij de intochten steeds verder uit de toon viel bij de rest van het publiek. Dat mij steeds vaker de betabberde schoot geweigerd werd. Hoe belachelijker ik gemaakt werd, des te standvastiger aanbad ik de bejaarde kindervriend. In mijn verder zo atheïstische opvoeding de enige die ging over goed en kwaad. De enige die het uiteindelijke oordeel over ons uitsprak. Met zijn grote boek waar ons aller lot in stond genoteerd. Uiteindelijk viel ik dan van mijn geloof door een andere held, namelijk Donald Duck. Abonnees kregen vanwege het zoveeljarige bestaan van het Vrolijke Weekblad een gebonden heruitgave op de mat van de eerste paar edities uit 1952.
In die tijd sprak dominee Donald vanaf de openingspagina in een stichtend woord zijn lezers toe. En hier drukte hij ze op het hart hun jongere broertjes en zusjes vooral niet te pesten met het feit dat de Sint niet bestond. Natuurlijk geloofde ik niet daadwerkelijk in een pratende eend in een matrozenpakje die om de haverklap op sollicitatiegesprekken werd uitgenodigd. Een eeuwenoude man die op een paard over daken rijdt is weliswaar ook niet geheel onmerkwaardig, maar er zijn grenzen. En toch beschouwde ik deze cartoonfiguur blijkbaar als een betrouwbaardere autoriteit dan de winkelerprins. Nu viel er niet meer te ontkennen. Ik moest het veilige geluk van marsepein en mythes achter me laten. Ik moest mijn dromen begraven en opgroeien in een kille en harde onttoverde wereld. Het is al met al nog redelijk goed gekomen met mij. Boven verwachting goed, zou ik willen zeggen. Er valt me niet snel iets wijs te maken. Ik hang weinig tot geen bizarre complottheorieën aan. Heb me bij geen secte aangesloten. Heb me eigenlijk nergens bij aangesloten. Zelfs met Donald Duck heb ik onlangs radicaal gebroken. Ik ben niet op zoek gegaan naar iets om de leegte te vullen. Ik heb de leegte altijd waardig met mij meegedragen. Maar ergens in mijn hoofd sprak altijd een stemmetje dat er één mogelijkheid was om toch nog met een halfbeen terug te keren in die wereld die ik achterliet. Als ik mij voort zou planten, kon ik zelf die wereld hercreëren. Voor een glorieuze periode zou Sint-Nicolaas tot volle wasdom worden gereanimeerd. Dus zette ik een kind op aarde. Een kind dat uiteindelijk dezelfde pijn zou moeten doormaken als ik, maar als dat het niet waard was, wat was er dan eigenlijk nog wel van waarde? 7 vette jaren kon ik mezelf verliezen in het doen alsof. Het voelde niet alsof ik dingen verzon, alsof ik mijn dochter voor de gek hield, alsof ik mezelf voor de gek hield, maar alsof ik een doorgeefluik was van een hogere instantie. Als ik 's nachts een schoentje vulde, was het alsof mijn handelingen gestuurd werden. Even was Sinterklaas weer echt voor mij. En nu moet ik voor een tweede keer afscheid nemen. Natuurlijk zal de feestmaand nog feestelijk blijven. Cadeautjes blijven immers cadeautjes, tradities kunnen constant nieuwe vormen aannemen. En mijn dochter kennende, zal zij enkel en alleen om mij een plezier te doen nog wel een aantal jaar het spelletje meespelen dat ik niet degene ben die haar schoen vult, al weet zij dat ik weet dat zij weet dat ik het toch werkelijk ben die als zij slaapt haar kamertje kon binnensluipen. Het leven is leegtes omarmen, om er nieuwe vervullingen in te ontdekken. De vervulling is datgene wat ik nooit had kunnen bedenken, maar wat me toevalt. Mijn dochter brengt een werkelijkheid die nooit ontmijterd zal kunnen worden. Vol verwachting klopt mijn hart voor al het andere waarin zij een vreemdeling is. Dank u wel. Dank je wel, Casper, voor deze prachtige column. Dromen begraven. We gaan met de volgende hoofdgast spreken. Dat is Brechtje Hofstede. Brechtje, kom misschien even hier zitten. Dan zal ik je nog even toelichten wie jij bent. Voor wie dat niet weet. Brechtje schreef het boek De Hemel Boven Parijs. Een boek dat ook in andere talen is verschenen. Ze is medewerker van De Correspondent. Ze werkt aan een roman die in oktober verschijnt. Dus dan zo heel snel. Maar hier is ze nu uitgenodigd omdat ze 2 jaar geleden een boek liet verschijnen over haar burn-out met de titel De Herontdekking van het Lichaam. Daar ga ik haar met name over ondervragen. Het is een dun boekje, maar er staat veel in. Ik kan het u zeer aanraden. En ik stel je er maar wat vragen over. Je schrijft daarin dat je lange tijd jezelf vooral als een geest zag, alsof een lichaam, jouw lichaam daar zwaar aan ondergeschikt was. Ja. Was dat echt zo? Ja, ik vind het, doet deze het al, ja. Ja, ik denk dat het helemaal ook niet zo heel uitzonderlijk is. De meeste mensen doen het meeste met hun hoofd. Als je studeert of als je achter een computer werkt. Om het even welke bureaubaan is eigenlijk erop ingericht dat jij vooral mentaal bezig bent. Het is ook, ja. Als je met mensen praat over hun echte ik of hun echte, dan heb je toch al snel over dingen als geest of ziel. En weinig mensen zullen zich echt heftig associëren met hun ingegroeide teennagels of zoiets. Zeg maar met fysieke details. Ja. En natuurlijk omschrijf je wel iemand zo van, oh ja, blond of weet ik veel. Maar het voelt eerder als toeval en bijzaak dan als de kern. En voor mij, zeker omdat ik schrijf. Ja. Het is bij uitstek iets. Ik ben de hele dag luchtkastelen aan het bouwen. Ik ben echt mentaal bezig. Dus ik heb er niet eens bij stilgestaan hoe gek dat was dat ik dat deed. Totdat je een burn-out kreeg. Totdat ik een burn-out kreeg, ja.
Wat is er toen gebeurd? Ik was natuurlijk al een tijdje... Je krijgt niet zomaar een burn-out. Ik was me al een tijdje van bewust dat ik heel moe was... en te hard werkte en niet meer tot rust kon komen. Maar ik was 24, dus ik dacht... Burn-out is iets voor oudere mannen. Ik associeerde dat met vijftigers en niet met mezelf. Jij kende ook nog geen andere mensen in je omgeving die een burn-out hadden? Nee. Ik wist wel dat mijn vader ooit overspannen was geweest. Maar goed, niet leeftijdsgenoten. Nee. Dus op een gegeven moment was ik was echt heel moe en ik moest nog iets afmaken. Maar ik dacht, misschien werkt het beter als ik even een rondje ga wandelen. Dus ik ben een rondje gaan lopen in het park en ik ben op een bankje gaan zitten. En toen ik daar eenmaal zat, ben ik een beetje zo ingestort. En het lukte me niet meer om op te staan. Dus ik zat echt zo'n beetje ingezakt op die bank en ik keek naar mijn benen. Ik dacht, nou, go, weet je, kom op. Ja. Dan gaan we weer, maar dat werkte niet meer. Ik kon gewoon mezelf niet meer in beweging zetten. En ik kreeg er enorm van in paniek. Ik snapte ook helemaal niet wat er gebeurde. Nee. En uiteindelijk ben ik er wel weer van het bankje vandaag gekomen. Mijn telefoon ging toevallig. En daarvan schrok ik zo'n beetje wakker. En toen heb ik mijn vader gebeld en gezegd... Papa, ik kan niet meer lopen. Het is een heel, heel vreemd moment. En vanaf dat moment was het eigenlijk het hek van de dam. Of toen ben ik echt helemaal ingestort. En heeft het heel erg lang geduurd voordat ik weer iets kon. Hoe lang? Ik heb zeker 3 maanden gewoon... echt alleen maar in een stoel gezeten. En op een gegeven moment, ik kon geen gesprekken voeren. Dan zag ik die mond bewegen en dacht ik alleen maar... wat zegt hij? En dan was straks moet ik iets terugzeggen. Geluid kwam veel te hard binnen. Ik kon niet lezen. Ik kon niet naar schermen kijken. Dus op een gegeven moment ben ik toen gaan borduren. Kruisteekjes. En dan zo in blokjes van 5 minuten. En dan legde ik het weer even weg. En dan ging ik weer. Dat was het. Ja. En heel langzaam maar zeker... Ja, heel langzaam. En het heeft, ik denk wel, volle 3 jaar geduurd... voordat ik weer functioneerde op een normaal niveau, denk ik. Nou was het niet je geest, maar je lichaam die op een gegeven moment zei, ho, stop. Nou, daar merkte ik het beste aan, ja. Want dat was... ik had het altijd redelijk genegeerd. Ik vond het niet zo interessant hoe ik me fysiek voelde. Als ik maar... Als het maar deed. Als ik maar kon werken, als het maar deed. Daar zit ook wel heel dat Calvinistische, dat je moet hard werken, zit er ook wel in, denk ik. Ja. Ik moest vooral presteren en ik moest bewijzen dat ik er mocht zijn. Ja. En gewoon een lichaam hebben was daarvoor niet genoeg, aangezien ik daarmee al geboren was. Dat was geen prestatie. Nee, dat was geen prestatie. Nee. En toen ik eenmaal die burn-out had, toen was het zo aanwezig, dat lichaam, met hartkloppingen, hyperventilatie. Dat ik niet kon slapen, dat ik heel de tijd een piep in mijn horen had. Was letterlijk niet zoveel anders wat ik kon waarnemen dan dat op hol geslagen lichaam. Ja. Dus dat ik, het feit dat ik vooral een geest was, dat leek echt heel belachelijk. Ja. Dat idee op dat moment. Ja, ja. En dat voel je nou ook niet meer zo? Meer dan toen. Maar, maar ik ben nooit meer helemaal zo losgezongen daarvan, van dat besef, als toen. En het was ook wel... ook wel een gevoel van kwetsbaarheid. Omdat ik wist ook niet meteen wat er aan de hand was. Ik dacht... Ik weet niet wat ik dacht. Gaat het ooit nog over? En natuurlijk het ergste wat je kan doen. Google. Ja. Symptomen intypen. Nou, je hebt om het even welke verschrikkelijke ziekte natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik dacht heel erg... Er is iets heel erg mis. Ja. En dat gevoel van... Ik kan dus niet eindeloos doorgaan en mezelf blijven pushen. Ik kan niet kiezen waar de grens van mijn... Ik dacht altijd, de grens is de grens van mijn wil. Maar de grens van mijn kunnen bleek dichterbij te liggen. Ja. En dat besef, dat ben ik gelukkig niet meer kwijtgeraakt. Heel mooi, heel mooi. Je beschrijft ook het burn-out bijna als een politiek issue voor deze tijd. En misschien wel vooral ook voor jouw generatie. Ben je dat zo gaan zien nadien? Ik ben wel sindsdien... veel meer mensen tegengekomen van mijn generatie die dezelfde klachten hebben. En ook heel veel mensen die niet per se echt een burn-out hebben al... of daarmee gediagnosticeerd zijn, ook al is dat een moeilijke diagnose kwestie... maar die wel heel veel herkennen in het verhaal. Dus die... En ik denk dat er een aantal ontwikkelingen spelen in de maatschappij nu... die het makkelijker maken om te vergeten dat je
bij wijze van spreken dat je een lichaam hebt, of op een heel gekke manier met je lichaam om te gaan. We kunnen natuurlijk allemaal, bijna iedereen heeft een smartphone in zijn zak. Bijna heel Nederland kan dus op elk moment ergens anders handelen, ja, dan waar je bent. Je kijkt op dat schermpje en je ziet wat er gebeurt in Dubai, in Parijs, in New York, wherever, behalve waar je bent. En als ik uit mijn raam kijk, ik woon in Amsterdam, dan zie ik mensen langs fietsen en om de 5 à 7 mensen fietst er iemand met die smartphone. Zeker, dus ja, het is heel makkelijk om te vergeten dat je bent waar je bent. Ja. En we werken ook, ons opleidingsniveau groeit maar steeds, wat natuurlijk heel goed is. En we werken steeds minder met onze handen. We hoeven steeds minder fysiek te verrichten. Dus er zijn wel, er trekken wel krachten aan je om een beetje van je lichaam losgezongen te raken. Behalve als je, wat ik ook deed toen ik de burn-out had, je lichaam heel erg als een maakbaar ding ook gaat benaderen. Want mijn eerste reflex was, oké, het gaat dus niet goed met mijn lichaam. Ik kreeg allemaal noodsignalen. Ik heb het begrepen, ik ga er nu wat aan doen. Dus ik ging heel erg voortvarend aan de slag met hetzelfde fanatisme als waarmee ik uiteindelijk in die burn-out terecht was gekomen. En ik dacht, opzoeken. Wat is allemaal gezond? Dus ik ging alle regels volgen die ik kon vinden voor welzijn. Ja. En ik ging kopjes valeriaan thee drinken. En ik zette mijn schermen uit en ik bekeek ze niet meer na 9 uur 's avonds. En ik at heel erg gezond. En ik ging elke dag een klein stukje wandelen, want dat was goed. En vitamine D. En ik deed alles wat ik kon bedenken. En het gevolg was dat ik ik schoot in een soort van kramp. En het was niet bepaald ontspannend. En pas op een laat moment, toen een van mijn vrienden zei, misschien is het gezonder voor je als je af en toe gewoon een nachtje doorhaalt, een beetje spare ribs eet en een wijntje drinkt, dan dit waar je nu mee bezig bent. Ja. Omdat, en toen voelde je dat hij een punt had. En toen voelde ik, daar heb je een punt. En eigenlijk was ook dat het moment waarop ik besefte dat ik heel erg makkelijk aansloop bij een bepaalde welzijnsrage, kun je zeggen. Ja. Die eigenlijk niet zo heel veel gaat over welzijn en heel erg gaat over presteren. Want wat ik eigenlijk wilde, was zo snel mogelijk weer zo goed mogelijk kunnen presteren. En dat lichaam was gewoon, ik had het nodig om dat te kunnen. Het was niet dat ik me nou per se goed voelde van al dat lavendel snuffelen. Dat zag je ook. Dus net zoals je ook beschrijft dat je aan yoga doet. En eigenlijk op een gegeven moment denkt van maar die yoga is eigenlijk meer een manier om zo snel mogelijk weer in de pas te kunnen lopen. Dan dat yoga nou echt een manier is om los te komen. Ja, wat natuurlijk niet is waar het voor bedoeld is. Het is heel erg bedoeld ook als manier om te leren voelen wat er gebeurt in je lichaam. Ja. Maar ik had dan gewoon, als ik een slapeloze nacht had gehad, omdat ik zo gestrest was, dan ging ik een kwartiertje in lijkhouding op de grond liggen. Ik had namelijk gelezen dat het gelijk stond aan 3 uur slaap. Dus hoe ver moet je dan komen? Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld. Het is wel een mooi voorbeeld. Ja, ik vond het zelf treffend dat jij in je boek citeert diverse filosofen. Je noemt bijvoorbeeld de Sartre, die natuurlijk zegt, die dacht ik nog maar meer voor jouw generatie dan bijvoorbeeld voor mijn generatie. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Eigenlijk geldt dat van vrijheid is eigenlijk de plicht om er wat van te maken. Vrijheid is helemaal geen vrijheid. Vrijheid is eigenlijk een opdracht om niet om te accepteren, maar om alles maar te maken. Ja, want met elke keuze kies je wie je bent en vorm je jezelf. Ja. Je kunt niet slekken, want dan verdwijn je op een bepaalde manier. Ja. En ik voelde dat ook wel erg zo toen ik die burn-out had en ergens nergens toe in staat was. Wat er vooral verdween was ook mijn identiteit, denk ik. Want wie ben je als je schrijver bent en niet kunt schrijven? Ja, een zak aardappels in een stoel, die zit te borduren. Ja. Dus dat was inderdaad het speelde wel mee. Ja, en ben je sindsdien iets anders over vrijheid gaan denken? Want die enorme onbegrensdheid waar Sartre van uitgaat, dat vrijheid echt volstrekt onbegrensd is. Mm-hmm. Daarin ben ik toch meer, als je het toch over Sartre hebt, dan Simone de Beauvoir gaan volgen. Die namelijk veel meer bewustzijn heeft voor de, onder andere de fysieke grenzen die daaraan zijn. Ja. En ze zegt, vrijheid is ook eigenlijk betekenisloos als hij niet wordt ingeperkt en als hij niet in relatie staat tot andere mensen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je juist die grenzen nodig hebt om betekenisvolle keuzes te kunnen maken. Ja. Want
Ik had heel duidelijk het besef dat er een grens was aan mijn kunnen. En dat ik dus mijn energie moest gaan verdelen. Dat ik moest gaan kiezen wat ik belangrijk vond. En als je nog denkt, oh, maakt niet uit, ik druk hem door en ik kan er nog wel wat bij hebben. Dan is het veel minder belangrijk dat jij betekenis toekent. Ja, dus het is ook een manier geweest om te leren betekenis toe te kennen. In zekere zin, ja. Ja, dat is interessant. Ja. Wat ik ook interessant vond in jouw boek was dat jij burn-out op een gegeven moment beschrijft. Het is dan burn-out, dus een beetje van opgebrand. Hè? Dat je alsof je al je brandstof hebt verbruikt. Maar het is niet zozeer iets opgebrand, zeg jij, als misschien wel een gebrek aan iets. Een gebrek aan leegte. Ja, ja. Ik denk, ik had erg sterk de ervaring dat, onder andere omdat ik zo snel overprikkeld raakte toen ik in die burn-out zat. Dat ik kon wel gaan proberen om dat te gaan verhelpen met inderdaad yoga of vitamines of wellness weekends of zoiets. En meer en dan zo snel mogelijk weer opgevuld raken en dan door kunnen. Maar dat bleek een heilloze weg. Ik probeerde dat en dat ging gewoon totaal niet natuurlijk. En op een gegeven moment dacht ik toen, misschien moet ik het andersom aanpakken. En misschien is opbranden niet helemaal de goede metafoor. Misschien is het wel platgedrukt zijn. Gewoon zo lang onder zo'n druk hebben gestaan dat er dat je net als ja, een platgeslagen gewas dat niet meer op kan veren. En een van de dingen die me heel erg heeft geholpen, eigenlijk het enige wat echt goed hielp, was om te gaan wandelen. Om te gaan lopen en om daarbij dus ook geen afleiding te kunnen hebben. Ja. Ook omdat ik dan gedwongen werd om het maar te ondergaan hoe moe ik was. Het maar te ondergaan hoe ik me fysiek voelde. Ja. En te wachten tot er vanuit dat gevoel van leegte weer iets kon ontstaan. Ja. En ook iets wat dan uit mij kwam en niet een soort van handleiding van buitenaf aangereikt van hoe moet ik leven en hoe moet ik hier uitkomen. Ja. Omdat ik zolang ik alleen maar blind allerlei verschillende tips ging opvolgen, had ik nog geen poot om op te staan. Had ik geen toetssteen om te voelen, helpt dit? Ik heb geen idee, ik voel het niet. Dus ik ging echt moeten leren voelen. In dat rottige gevoel desnoods dan maar zitten, om te leren voelen. Ja, ja, en dan te lopen in een soort cadans en dan te merken dat je lichaam je die rust geeft, die openheid geeft. Er is iets heel geks met lopen. In de zin dat heel veel filosofen, denkers en schrijvers het ook hebben aangemerkt als een heel goede manier om te denken. Ja. En om tot oorspronkelijke gedachten te komen. En ik noem er een aantal op in het boekje, maar ik heb dat zelf ook wel zo ervaren. Ja. En wat ik er ook zelf heel prettig aan vond, is dat het wordt ook wel ingezet als bij burn-out preventie of burn-out hersteltrainingen. En als meditatietraining. Mm-hmm. En wat er heel prettig is, er kleeft geen wierookgeur aan. En dat hielp mij heel erg. Dat hielp jou, oké. Ja, ik ben totaal niet opgevoed in de met een comfort met, ik zou dat allemaal zweverige dingen noemen. Mm-hmm. En zolang ik ben wel bijvoorbeeld, ik ben wel gaan mediteren bijvoorbeeld. Ja. Maar ik was me dan heel erg van bewust dat ik iets aan het doen was om te herstellen. Ja. En dat vond ik een lastige combinatie met ontspannen. Ja. Ja. Dus, en als ik ging wandelen, dan was ik gewoon niks aan het doen. Heel normaal. De meest normale menselijke beweging aan het maken. En dat hielp erg. Heel interessant wat je zegt over dat wandelen, dat er geen wierook bij betrokken is. Want jij noemt in je boek een flink aantal filosofen. Interessant. Heb jij niet ooit de behoefte gehad aan andere vorm van zingevings manieren van denken, zinsgevingssystemen. Ik bedoel, Christa heeft natuurlijk nog boeddhisme gestudeerd en is theologe. Hoe zit het bij jou? Nee, mijn neiging was eigenlijk om die leegte. Ik voelde die wel, mm-hmm. want er viel mijn belangrijkste zingeving, namelijk werken, viel mm-hmm. weg. Ja. En daar zat ik dan. Maar mijn reactie was juist om in die leegte te gaan zitten. En mijn anker was dat lichaam. Wat zo aanwezig was ineens. En wat mm-hmm. ik moest leren kennen. Mm-hmm. En wat de enige continuïteit leek in één keer van de ene dag op de andere. Ja.
En ik ontdekte toen bijvoorbeeld hoe zeer mijn denken verknoopt was met dat lichaam en wat ik met dat lichaam deed. En dat ik anders schreef of dacht als ik me bewoog of in de trein zat of stil zat. Ja. En dat zette, dat gaf me een gevoel van heel erg verknoopt zijn met mijn lichaam, met mijn omgeving. Waardoor ik, dat was eigenlijk mijn antwoord dan. Jouw redding, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus ja. Ik denk dat ik dat gevoel van verbonden zijn, mm-hmm, op die manier heb gevonden, ja, of ja, benaderd. En dan heb je dat gevonden en dan ga je op het laatst vertellen, in dat boek beschrijf je dan, ga je op reis naar Israël. En dan ben je eigenlijk meer lichaam dan geest. Althans voor de begeerige mannen die naar jou kijken. Ja, ja, laatste essay in het boek gaat inderdaad over, ik wilde heel graag naar Jeruzalem, omdat mijn moeder gepromoveerd was op middeleeuwse beschrijvingen van pelgrimstochten naar Jeruzalem. Dus ik had altijd die naam gehoord als kind, maar zij was er nooit geweest en ik ook niet. Dus ik dacht, oké, ik ga haar reis maken. Maar ik was alleen en ik was blauw, ik had blauwe ogen en ik viel op. Ja. Ik vond het heel moeilijk omdat ik, het was moeilijk om ongestoord rond te kijken en na te denken en mijn gedachten te laten gaan, omdat ik voortdurend werd aangesproken als loslopende westerse vrouw door mannen. Ja. En dat heb ik als aanleiding genomen om na te denken over, ja, ook dat je zo tastbaar bent als lichaam is natuurlijk ook een kwetsbaarheid. Ja. En daar moest ik ook mee leren omgaan. Ja. Kun je daar nu beter mee omgaan? Kort haar scheelt. Ja. Nee, ja, ja, je leert dat. Ja, ja, ja. De jaren helpen ook, kan ik je vertellen. blijf zitten. Ik ga Christa er wel bij vragen. En dan gaan we even met z'n drieën praten. Want als het goed is, dames en heren, hebben jullie, mag ik het geloof ik ook niet meer zeggen. Mag ik niet meer zeggen, dames en heren. Zal ik ook niet meer doen, trek ik hierbij terug. Jullie hebben gehoord dat er best wel overeenkomsten zijn tussen die twee verhalen. Allebei een burn-out. Allebei dat idee van mind over matter, zoals jij het ook letterlijk in je boek noemt. Hè. Wil ik jullie toch vragen, is dat nou iets waar vrouwen meer last van hebben dan mannen? Naar jullie ervaring? Ik weet het niet. Ik haal in mijn boekje wel een theorie aan die daarover gaat. Vrouwen hebben vaak een slechtere relatie met hun lichaam, omdat ze er vaak onzekerder over zijn, zeker in het Westen. En die onzekerheid neemt ook toe. Dit is natuurlijk heel moeilijk te meten, maar de bekendste grote studies die erover gedaan zijn suggereren dat ontevredenheid van westerse vrouwen met hun lichaam in de loop van deze decennia is toegenomen. En als je lichaam heel kritisch bekijkt van buitenaf, zo in de spiegel, van wat er allemaal wel niet hangt en verkeerd is en te dik en te klein, dan dat is een heel andere manier dan van binnenuit voelen hoe het met je lichaam is. En die twee manieren schijnen elkaar te bijten. Dus als je erg focust van buitenaf, kun je minder goed voelen van binnenuit. Ja. En het zou kunnen dat vrouwen die dat dus heel erg doen, en dat schijnt een meerderheid van de vrouwen te zijn, dus ook minder goede proprioceptie hebben, heet dat, dus minder goed lichaamsgevoel. Ja, maar ja, ja, en dan dus, dan moet je het, dan is de geest eigenlijk de manier waarop je jezelf kunt bewijzen, want je lichaam. Nou ja, je kunt wel natuurlijk dat lichaam ook trainen en bijsnijden enzovoort. Ja, ja. Maar dat, geestelijke dat is wel iets anders dan goed in je, goed in je vel zitten. Christa, herken jij dat? Nou, misschien is het toch daar wel iets een generatie ding speel. Ja, kan. Deels. Ik herken het dat vrouwen natuurlijk altijd de slag nog moesten maken ten opzichte van mannen om met name hun geestkracht te bewijzen. Daar heb ik nog steeds last van, hè, maar het is nog altijd. Als je kijkt naar het aantal vrouwelijke hoogleraren of andere soorten vrouwen in hoge functies. Dus die strijd. Tegelijkertijd heb ik bijvoorbeeld zelf
Maar dat is dan ook... toen ik op de middelbare school zat, kon dat niet in het dorp waar ik woonde. Want daar was nog geen Atheneum. Dus ik fietste elke dag 15 tot 17 kilometer. En toen heb ik al ontdekt, toen had ik geen burn-out, maar het was bij ons thuis lang niet altijd gemakkelijk. Dus ik ging 's morgens vroeg alles weg uit een huis waar ruzie was. En dan als ik maar rustig fietste, dan was ik gekalmeerd op het moment dat ik op school kwam. Ja. En ik keek gewoon naar al die bloemen daar in de berm. En zeg, in die jaren heb ik eigenlijk al dat fysieke ontdekt. Ja. En ook, ik heb maar één kind, maar sowieso het bevallen van een kind, maar ook het zorgdragen is heel lichamelijk en heel intiem. Dus op een bepaalde manier hebben vrouwen, en dan, natuurlijk mannen kunnen ook voor een kind zorgen, hè, maar het wordt niet uit hen geboren. Dus eigenlijk zouden wij haast ook een voorsprong kunnen hebben in het juist aards en lichamelijk zijn, denk ik. En, ja. Maar misschien dat dat bij jonge generaties, dat wij daar nog meer dan, ja, misschien als grootmoeders, als ik het dan toch ben. Ja. Maar dat we iets belangrijks nog aan te reiken hebben naar jonge vrouwen. Het grote belang van lichamelijkheid, geaard zijn, is lekker in de tuin aan het rommelen zijn. Dat beeld gebruik je ook. We doen zo weinig met onze handen. Ja. Het borduren. Dat is allemaal ver weg geraakt. En je voelt je bijna loser als je dan niks anders kan. Ik zat te kleuren. Dat komt dichtbij. Dus dat herken ik dan. Maar het is niet zo dat ik dat voor het eerst in mijn burn-out ontdekte. Het was een spoor wat ik al kende in mijn leven. En waar ik dus ook vrij snel op terug kon vallen. Dus het fysieke herstel ging vrij snel. Oké, nou, dat is gelukkig. Ik ga toch even aan de zaal vragen. Hebben meer vrouwen er last van dan mannen? Van dat idee dat je je geestelijk moet bewijzen omdat je niet tevreden bent met je lichaam? Handen zien. Wie is dat met die stelling eens? Mag ik eens even vragen? Ja? Jij mag iets over zeggen, ja. Want bij de meeste psychische klachten is het wel zo dat ook mannen het juist minder makkelijk daarover praten überhaupt. Ja. Dus dat het daarom ook moeilijk is om aan te tonen wat vaker voorkomt. Dus ik denk dat dat zeker bij de burn-out ook meespeelt. Maar bijvoorbeeld stemmingstoornissen, angststoornissen komen allebei meer voor bij vrouwen. Dus het zou me niet verbazen als dat bij de burn-out ook zo is. Okay. Dus open. We blijven het. We houden het nog even open. Ik ga de volgende vraag aan. Begin ik met Christa te vragen. Is het toegeven van je ontroering een teken van zwakte? Toegeven van je ontroering? Nee, het is een teken van... waar is het een teken van? Van rijkdom. Hè? Het is een teken van dat je openstaat. Op alle manieren. Hè? Dus als het ontroering, maar ook verdriet, daaraan toe kunnen geven. Dat is levenswijsheid, zou ik zeggen. Maar... Hoe zie jij dat? Ja, ik zou het menselijkheid noemen. Ik bedoel, als je niet ontroerd raakt, ik zou het heel jammer vinden om nooit ontroerd te raken. En ik geloof heel erg in kwetsbaarheid durven tonen. Daarom heb ik ook zo'n boek geschreven. Het is natuurlijk, daar toon je ook kwetsbaarheid in. En, zeker. Ik spreek ook wel mensen die bijvoorbeeld met dezelfde klachten lopen en krijgen van hun bedrijfsarts het advies, zeg maar dat het vijver is. Ja. Dat vind ik onbegrijpelijk. Want dan kun je ook niet over het probleem praten. Nee. Dus, en ontroering is natuurlijk... zijn vooral positieve dingen waarschijnlijk die je raken. En als je die dan niet, als je dat niet mag tonen en er niet over mag praten, dan mis je ook een deel van die betekenis. Zijn we opener geworden om hier over kunnen praten de laatste jaren? Dat zal per mens verschillen. Er is wel een cultuur waarin heel veel mensen in de media hun persoonlijke verhaal doen. Zeker, ja. Maar tegelijkertijd... Misschien dat het met burn-out nog wel meevalt, omdat we het associëren met hard gewerkt hebben. Maar ik denk voor veel psychische problemen hebben we nog steeds een enorm stigma. Ja. Dus of dat meer of minder wordt, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Echte kwetsbaarheid, hè? Echte ontregeling heerst mijns inziens nog een enorm taboe op. Dus... Misschien ook bij mijzelf. Hè. In mijn burn-out was het zo. Maar ook bijvoorbeeld toen mijn familie overleed. Ik durfde, we konden er gewoon niet over praten. Ik durfde het niet te laten zien.
Ik durfde, ik ging gewoon weer studeren. Het gebeurde in de zomervakantie. En in september zat ik weer in een groep voor de predikantsopleiding notabene. We hadden het er gewoon niet over. En dat is niet van mij een verwijt aan mijn medestudenten. Mm-hmm. Ik kon er zelf ook niet over praten wat er gebeurd was. En hoe kapot ik was. Ik deed gewoon of als ik normaal was. Dat was helemaal niet zo. En doen we onszelf dit nou aan? Ja, het is... Ik denk dat wij in een samenleving toch leven waar daar heel weinig echt ruimte voor is. Kijk, als we een boek geschreven hebben over burn-out, dat hebben we allebei. Ja, dan tel je weer mee, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat je erin zit, dan kan je niet opstaan van een bankje. Of in mijn geval, je loopt huilend door de stad. Ja. En zelfs de huisarts weet niet wat hij ermee aan moet. Die had 5 minuten nodig om in zijn kast te kijken. En toen gaf hij me een verouderde lijst van psychotherapeuten. Ja. En hij vroeg niet eens hoe gaat het of hoe voel je je. Hij dacht... Is dat ook jouw ervaring? Ik moet denken aan wat je zegt. Als je een boek geschreven hebt, dan is het weer oké. Maar ik moet nu denken aan... Nederlandse schrijver Jan van Mersbergen... Mm-hmm. Die onlangs een jaar geleden, denk ik... een opiniestuk schreef over dat Nederlandse vrouwelijke schrijvers... altijd schrijven over gekke personages. En die vrouwelijke schrijvers zijn blijkbaar gek... en hun personages zijn ook altijd gekke vrouwen. Mm-hmm. En hij schrijft over zwijgende mannen, weet je wel? Oh, ja. Ja. Boksende zwijgende mannen. Ja. En dus zelfs in de literatuur ben je niet vrij om... kwetsbaarheid te tonen of om te tonen wat er gebeurt als je als de boel uit elkaar valt. Nee. Zelfs dan loop je nog het risico om te worden weggezet als toch een beetje een gekkin. Ja, Dus en in mijn ervaring is het ook wel zo dat je mag wel vertellen over je ervaring en hoe moeilijk het allemaal was. Mm-hmm. Maar als je er vervolgens ook een analyse aan wilt vastknopen, is het al veel moeilijker. Ja. En dan word je namelijk naast 2 andere mensen gezet die dat voor je doen. Ja. Dus er is nog een verschil, denk ik, dat we maken tussen een soort van... je mag nu op dit podium de slachtofferrol komen spelen. En je mag er ook iets over te zeggen hebben. Ik begrijp het. Ja, dat bedoelde ook met dat punt van burn-out is politiek issue. Ja. Moet het misschien nog meer een politiek issue worden? Nou, ik denk dat het, als je het hebt over de kans die het biedt om een kwetsbare ervaring te delen, is ook om te kijken, oké, wat loopt er mis? Mij persoonlijk, maar zijn er ook structurele dingen in onze samenleving die we anders zouden kunnen inrichten? En is die klacht die zoveel mensen ervaren niet een goed breekijzer om het hierover te hebben en dingen te veranderen als we dat willen? Wat zou je het liefst veranderen? Ik denk dat de manier waarop we over presteren nadenken een heel voor de hand liggend iets is. De meest gekende spijt die mensen hebben als ze sterven is dat ze te hard hebben gewerkt. Te weinig tijd hebben gemaakt voor hun dierbaren bijvoorbeeld. Wie wil dat eigenlijk? Waarom doen we dat met z'n allen? Ja. En ik denk ook wel de manier waarop we omgaan met onze digitale mogelijkheden. Want ik ken bijna niemand die niet minder op Facebook zou willen zitten, minder op zijn smartphone. Ja. En we nemen allemaal dat verslavende apparaat mee zonder er echt controle te hebben over die technologieën. Dus het maakt het alleen maar moeilijker eigenlijk, de technologie? Dat is natuurlijk een enorm mooi instrument, maar het zou fijn zijn als de mens minder in dienst stond van de technologie en meer andersom. Ja. Ja. Christa? Ja, dat is een dimensie die ik deels in mijn eigen leven ook herken. Hè? Dus de e-mail en de smartphone. Maar ik denk minder dan jouw generatie. En waar ik me ook zorgen maak voor Jozef en de broertje en die generatie. Ja. Als je ziet wat voor aantrekkingskracht een tablet heeft tegenover een leuk boek. Natuurlijk, gelukkig wordt het beperkt door zijn moeder. Maar ik maak me zorgen... Ja, nee, als hij bij oma is, mag hij langer kijken. Zo zit het dan ook wel weer. Maar als je de aantrekkingskracht ziet, hè, van hoe fascinerend dat is. En hij heeft het bijna... Hè, want dat begon met baby Einstein, zeg maar. Met zijn eerste griepjes en koorts. En dan zo'n babytje. Baby Einstein is in een computerprogramma heel verantwoord. Met klassieke muziek en dan hele simpele bewegingjes. En dan krijg je kleine baby's rustig mee. Maar die kinderen, die zijn dus eigenlijk vanuit de wieg... worden ze met de tablet groot. En dan ben ik inderdaad soms wel eens bang. Hoe zal dat zijn als die zometeen 10 is of in de puberteit komt? En,
En ja, mama niet meer kan zeggen, de timer gaat op 20 minuten. Wat nu gebeurt, hè? Ja. Dus dat, en dat is een enorme uitdaging. Wie zijn wij als mens? Als, in feite, ja, dan krijg je er filosofisch, is dat ons extended body. Het is een verlengstuk van ons lichaam geworden, maar wel een heel vreemd verlengstuk. Ja, en waar ook allerlei heel andere belangen in meespelen dan de onze. Ja, ook dat. We hebben enorme belangen. Ja. En het is bijna naïef om te denken dat we dat allemaal in de hand hebben. Dat het allemaal in ons voordeel speelt. Dus ja. Dat veel mensen daar ook een moeite mee hebben of strijd mee voeren, is denk ik ook een mooie kans om daar serieus om dat in de hand te nemen. Ja, want de kwetsbaarheid is misschien nog wel meer in gevaar vanwege de digitale revolutie. Maakt het nog alleen maar moeilijker om kwetsbaar te zijn en te blijven. Het kan twee kanten op werken. Ja. Ik denk dat heel veel mensen heel veel steun vinden in online communities, bijvoorbeeld. Maar dat alles wat je ooit deelt op Facebook er ook blijft staan, bijvoorbeeld, is weer een andere kant van de medaille. Ja, dat is waar. Jij noemde net al Jozef, hè, je kleinzoon. En het grappige is dat ook Brechtje in haar boekje vertelt over haar neefje. Ze voelt haar neefje en ze voelt dat kind heeft geen scheiding tussen lichaam en geest. En jouw Jozef heeft dat ook niet. Kunnen we van kinderen leren? Moeten we daarvan leren? En wat zouden we kunnen leren van kinderen? Christa. Ja, ik vind dat best moeilijk. Want kijk, wat je dan ziet bij heel jonge kinderen, is die scheiding er niet. Zijn broertje is er. Ja. En dat is nog veel beter voorbeeld. Zolang een kind onder een jaar is. Als een kind 4, 5 wordt, dan komt er al een bewustzijn. Ben ik nou een jongen? Ben ik een meisje? Ik ben een jongen, maar ik vind meisjes speelgoed leuk. Maar ik wil ook bij de stoere jongens in de klas horen. En dus er begint al een soort verwarring te ontstaan. Eigenlijk vanaf dat hij van de kinderdagverblijf richting school is gegaan. En de groepsdruk in feite al en de groepsnormen beginnen te ontstaan. En dan zie je eigenlijk dat proces, ja, wat hopelijk niet leidt tot burn-out, maar wat uiteindelijk in extreme vormen naar een burn-out gaat. Hè, dus dat er een bewustzijn komt die eigenlijk ook een deel inneemt van die plek van die lichamelijkheid die bij zo'n heel jong kind nog veel meer gewoon puur lichamelijkheid is. Daar zie je dus al iets in gebeuren en waarvan ik denk, volwassenen, naarmate je groeit, raak je, als je niet uitkijkt, wordt die kloof steeds groter tussen wie je lichamelijk bent en wat je voelt en fijn vindt of naar vindt. En wat je over jezelf denkt, wat je deels ontleent aan wat anderen over je zeggen. Dan denk ik, ja, ik zou het liefst weer zo'n heel klein kind zijn, bij wijze van spreken. Hè? Zo vanuit een eenheid kunnen leven. Maar dat is natuurlijk naïef om dat te denken en überhaupt als ideaal te hebben. Maar ik denk wel dat iets van die speelsheid, het spelen, het proberen vanuit je bewustzijn terug in je lijf. En dat kan. Dat kan via spel samen zijn, via ontspannen, via ook andere dingen doen dan als maar denken en werken. En dat wel heel belangrijk is. We kunnen nooit meer een kleuter worden, maar we kunnen wel van ze leren. Toch wel van ze leren. Ja, hoe oud is jouw neefje nu? Die is nu 4. Is hij nog 1 van lichaam en geest? Wat mij betreft wel. Ik denk niet dat hij al heel erg van buitenaf naar zichzelf kijkt. Dus daar is hij nog niet zo erg bewust van. Nee. Maar het gaat dus op een gegeven moment de weg die jij schetst. Ja, het ene kind heeft het misschien wat eerder dan het ander. Maar ik hoor het ook van anderen. Ouders dan meestal, want heel veel grootouders spreek ik gek genoeg nog niet. Maar wel ouders van jonge kinderen. En dan hoor ik inderdaad van anderen ook dat die leeftijd 4, 5, dat er dan iets gaat gebeuren in het besef van er zijn anderen die iets van mij vinden. En daar moet ik op letten. Ja. En rekening mee houden. Ja. Dank jullie wel. Neem nog even plaats weer terug, want ik ga nog een derde gast het woord geven en even een aantal vragen stellen. En daarna is de zaal aan het woord om vragen en opmerkingen te maken. Ik wil nu nog even jullie aandacht vragen voor Joost Russelaars. Dominee in de algemene dienst van de remonstranten. Een goede vriend en collega van Christa.
die in tegenstelling tot Christa wel koos voor het predikantschap. Daar gaan we het even over hebben. Joost, ga zitten. Kennen jullie elkaar van de theologieopleiding? Ja, van de remonstranten. Van de remonstranten, ja. Ja. En jij hebt theologie gestudeerd, Christa ook. Jij hebt dus wel voor predikantschap gekozen en niet voor de filosofie erbij. Of wel? Heb je ook filosofie erbij gekozen? Ja, ik heb theologie gestudeerd, maar ethiek was mijn hoofdvak. Dus ethiek, ik heb ook een belangrijke stap in de filosofie gedaan. Ik vind predikantschap een prachtig beroep. Dus ja. Daarom heb ik daarvoor gekozen. Ja. Je bent heel dicht bij mensen. Je begeleidt mensen in hun leven. Je bent er op belangrijke momenten ben je aanwezig. Dus vandaar. Een predikant is dichter, is misschien minder aan het denken en meer mensen aan het helpen? Begrijp ja, ik denk wel. Jij kunt ook denken met andere mensen, maar je... Ja, je bent in ieder geval veel meer met andere mensen dagelijks bezig. Ja, ja. En het is meer in de praktijk, denk ik, dan in de boeken. Jij bent eigenlijk kom je heel veel ook mensen in kwetsbare situaties tegen. Wat wel bijzonder is, wat misschien een aantal van u niet weten. Joost is een aantal jaren de predikant geweest in de City van Londen. Waar natuurlijk allemaal bankiers werken die... waar het moeilijk is om tegenwoordig nog iets goeds over mensen te vinden die er iets goeds over willen zeggen over deze mensen. Ze zijn volgens sommigen echt het kwaad in eigen persoon. En jij hebt ze 4 jaar lang begeleid. Nederlandse of ook Engelse gelovigen. Waren het überhaupt gelovigen? Nee, niet per se. Zeker niet. Nee. Wat deed je daar? We hebben het vandaag vooral gehad over persoonlijke kwetsbaarheid. Hun leven op persoonlijke levens. Ik heb het vooral gehad over maatschappelijke kwetsbaarheid. Zo'n groep van bankiers. Vroeger was dat heel stoer om bankier te zijn. En zeker in Londen. En als ouder was je trots als je kind in Londen bankier was. Toen kwam Joris Luijendijk met zijn bekende boek. En daarna waren ze iets minder trots op hun kind dat bankier was. Maar dat heeft ook invloed op hun eigen leven. Die kwetsbaarheid, daar ging ik met hen over in gesprek. Wat doet dat met je? En? Dus dat je je constant moet verdedigen, dat je toch maatschappelijke zondebok wordt. Terwijl veel bankiers ook lang niet verkeerd bezig waren. Misschien een systeem waren, maar er ook niet veel aan konden veranderen. Vonden ze moeilijk om over te praten, over die kwetsbaarheid? Kan ik me voorstellen, of niet? Ja, ik had een hele mooie kerk in de city. En de ruimte doet ook wat met mensen. Dus je zit in een heel andere ruimte dan in de ruimte waar ze in hun dagelijks leven mee bezig zijn. Dus in die ruimte probeerde ik ze te zetten en ging ik met ze in gesprek. En hoe wist je ze daartoe te verleiden dan? Om in gesprek te gaan over wat? Om überhaupt te komen naar de kerk? Om dus niet op zondag hoor, maar ze kwamen door de week en ik had vooral 1-op-1 gesprekken met ze. Door niet te veroordelen, want dat hadden ze meteen door en dat gebeurde elke dag. Dus dat moraliseren had geen zin. Maar gewoon wat bredere vragen te stellen. En uiteindelijk de centrale vraag in de Bijbel, waartoe... ben je hier op aarde om die vraag bijvoorbeeld aan de orde te stellen. En je hebt ze daarbij geholpen om... Ja, begeleid, denk ik, om daarin over door te praten. En wat was dan de conclusie van een aantal? Ja, die maakbaarheid, dat uiteindelijk heel relatief is. Dus het geld verdienen, goed carrière maken, het aanzien. Maar het uiteindelijk om iets anders gaat en daarover het gesprek voeren. Kijk aan. En wat ik ook mooi vind aan, ik kom zelf niet uit een gelovig gezin, dus dat heb ik zelf ontdekt. En wat mij aanspreekt aan denk ik, elke religie is, dat we hebben het vanavond over maakbaarheid, maar in het geloof ben je al gemaakt. Dus je hoeft jezelf niet te bewijzen. En die ruimte probeerde ik te scheppen voor deze mensen. Dus je hoeft je naar mij toe niet te bewijzen. Je bent al gemaakt. Je bent al gemaakt en je bent al oké. Precies, ja. Ja. En dat kan natuurlijk een enorme steun zijn voor mensen. Dat klopt, ja. Merk je dat ook, want je bent nu weer terug in Nederland. Merk je dat ook nu nog hier in Amsterdam als predikant? Dat het mensen steun biedt, dat idee. Ik ben gezien, ik ben geliefd. Ja, op een of andere manier heb ik iets met maatschappelijk gevallen mensen. Dus bankiers sprak me aan. Ik heb vlak voor Paas een stuk geschreven over gevallen politici. Dus Halbe Zijlstra was net, die had wat gelogen over... Dacia met Poetin is gevallen. Jan Hoekema was toen burgemeester in Wassenaar, is gevallen. Je had een aantal gevallen politici. En de vraag die ik me stelde, wat doe je met dit soort gevallen
politie. En met een heel aantal van hen heb ik ook gesprekken gevoerd de afgelopen tijd. En hoe kun je dat toch, hoe die maakbaarheid, en die hebben ze altijd gesteld in hun werk en in hun aanzien. Als dat allemaal wegvalt, want dan blijft er heel weinig meer over. Wat ben je dan nog? Ja. En om toch een ruimte te scheppen waarin je toch gemaakt bent en je al mag zijn zoals je bent. Vind je dat wij als samenleving te hardvochtig zijn voor dit soort mensen? Ja, ik denk een notie, een christelijke notie als vergeving, zeg maar, dat daar weinig ruimte meer voor is. Ja. Je merkt ook in de politiek, nu als je één fout maakt, dan ben je meteen gevallen. Dus als politicus mag je ook niet kwetsbaar meer zijn. Nee, je moet meteen aftreden. Ja. Dus die notie van vergeving, die is op de een of andere manier kwijtgeraakt. Zouden we daar wat meer van kunnen gebruiken? Ik denk het wel, ja. Is dat echt een christelijke notie, vergeving? Nou, ik denk dat het in alle religies wat terugkomt. Maar ik denk wel dat je een breder verhaal hebt waarin zo'n notie als vergeving ook een rol heeft. Dat je dat met je mee moet nemen. Voor jou is het een belangrijke reden om... Precies. Ja. Om door te gaan met je predikantschap. Ja. Misschien wel, ja. Heb je dan nog last van dat mensen zeggen... joh, wat moet je nou nog met de kerk, de anno nu? Nou, dat vind ik een hele terechte vraag op zich. Ja. Maar ik denk dat... wat moet je met religie? Ik denk wel in dat het gemeenschappelijk verhaal dat je hebt en waar je samen besluit om in te geloven, ja, dat mist wel. En ik denk dat heel veel nood waar we nu mee te maken hebben, dat zoekende van mensen, dat ook verband houdt met dat grote verhaal dat is verdwenen. Dat er niet meer is, nee. En ook meer dat gevoel dat je er sowieso mag zijn. En dat je dagelijks weer je eigen leven moet maken. Ja. Ik ben ook verslaafd aan mijn telefoon, maar dan kijk ik op Instagram en dan denk ik, goh, wat een... bewijsdrang constant. Nou, Zou ik zelf ook aan meedoen, maar dat... En dan zou je zeggen, dan is eigenlijk... het geloof is daar een soort antidotum tegen. Nou, het geeft iets ontspanning, denk ik. Van waar is of niet, hè? Maar toch, je bent gemaakt, je wordt gezien. Ja. Dat besef, als je daaruit leeft, ik denk dat je daarmee heel iets anders in leven staat. Iets meer ontspanning biedt en iets meer acceptatie. Ja. Oké. Nou, dankjewel voor deze toelichting. Ja. Ik wou toch jullie weer terugvragen, want misschien kan je blijven zitten en dan gaan Christa en Brechtje ook hier komen. En dan gaan we ik de zaal vragen laten stellen. Brechtje, Christa, ga je hier zitten, Brechtje daar. En dan ga ik wel even naar de zaal. Wie heeft er een vraag voor wie? Wie wil er een vraag stellen aan Christa? Ik kom even naar je toe. Zeg wie je bent. Hi Christa. Ik heb je boek gelezen. Ik ben onder de indruk. Uit mijn hart. Zeg even wie je bent. Ik ben Jaap. Ik ben student van Christa. En één ding vond ik interessant. En dan vat ik het een beetje samen met mijn eigen woorden. Spelen kan een antigif zijn tegen de angst voor de dood. Zo vat ik hem zelf samen. En nou heb ik als kind veel buiten gespeeld. Mijn vader keek graag voetbal en ik niet, dus ik ging naar buiten. En ik ben 35 en het liefst zou ik met een houten zwaard denkbeeldige demonen van een weiland afslaan. Maar dat is volgens mij vragen om gedwongen opname. Dus ik heb een PlayStation gekocht waar ik veel op speel. En mij wordt wel eens verweten dat ik een copingstrategie toepas, omdat ik het echte leven niet aan kan dat ik op die PlayStation zit. In hoeverre is het spelen, wat je als antigif ziet, niet ook een copingstrategie? Dat is mijn vraag aan jou. Ja, dat is zo, maar misschien, maar dat maakt niet uit. Want wat ik eigenlijk in mijn boek uitwerk, en niet alleen in het boek, dus de afgelopen jaren, is dat ik inderdaad zeg, we hebben iets nodig om de feitelijke werkelijkheid, om daarnaast iets anders neer te zetten. En met elkaar een leven te verbeelden of te fantaseren waarin dingen beter lopen. En mooier zijn en eerlijker en rechtvaardiger. En dat mag een spelwereld, een echte spelgame zijn. Maar dan zeg ik, religie is eigenlijk ook zo'n soort spel. Want met elkaar ga je vanuit kwetsbaarheid, ontregeling een andere wereld zeggen van ja, maar het zou misschien ook zo kunnen zijn. Of hè, op grond van wat ik nu allemaal heb meegemaakt aan mooie dingen, maar ook aan vreselijke dingen, zou ik best wel een ideale wereld kunnen verbeelden.
Nou, dan zit je daar in zo'n kring en je bouwt met elkaar zo'n wereld. En dat is een soort spel. Het wordt pas gevaarlijk, dit spel, als je denkt dat je een echte wereld aan het bouwen bent. Nee, want dan heb je nieuwe ideologieën. Dan ga je zeggen, kijk, zo moet het zijn. En zo is de echte... En dan ga je weer een soort verwarring creëren. Maar spel en spelen... Ik denk, ja, je kan het copingstrategie noemen. Je kan het ook zeggen, dat is de meest creatieve bron die we als mensheid hebben. Joost, wil jij er wat over zeggen? Wat ik me nu afvraag, moet dat spel uiteindelijk realiteit worden? Of moet een spel blijven? Want zet je het naast de werkelijkheid? Of nee, uiteindelijk is het natuurlijk, dat spel loopt uit de klauwen. Hè? Dus wij gaan erin geloven en we gaan die wereld bouwen met elkaar. En althans, iets daarvan. Hè? Want dat zou, daar, in die zin speel ik natuurlijk met het begrip spel. Dat ik denk, als wij meer gaan spelen, kunnen we onze wereld veranderen. We kunnen hem dan denk ik echt mooier en beter maken. Maar dan moeten we wel durven spelen en even niet werken. Oké, heel goed. Ja. Wie wil er een vraag aan Brechtje stellen? Jullie maken me makkelijk. Helemaal helder geweest. Ja? Ja, toch wel, dacht ik wel. Ja, vast wel iemand. Wie je bent? Ja, ik ben Jan. En hij is eigenlijk wel voor iedereen, denk ik. Okay. Waar jullie vandaan komen, hè, jullie twee, de burn-out mensen, zeg maar. De burn-out schrijfsters. Jullie komen van ver, hè. Jullie komen van diep. Maar als ik jullie zo hoor, zitten er ook wel aspecten van een soort rite passage in. Het besef van waar je vandaan komt en wat je nu geleerd hebt door wat er met je gebeurd is... is op zich wel heel waardevol voor andere mensen... die nog steeds doorgaan met veel te hard werken... al je identiteit aan dat werk ontlenen... veel te veel dingen in je leven willen stoppen. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat iedereen een burn-out aangaat... om tot een besef te komen dat je ook op een andere manier in het leven kunt staan. Wat kun je nou doen als je nog niet bij een burn-out bent... maar wel iets van die positieve ervaring van op een andere manier in het leven gaan staan... zou willen vinden? Brechtje. Nou, ik denk dat het woord rite passage, wat je gebruikt, heel goed getroffen is. Want er was een tijd dat, of veel samenlevingen hebben dat nog steeds, dat er echt ja, geritualiseerde vormen worden gevonden om bepaalde processen van groei door te maken. En daar geloven we niet meer zo in. Of dat doen we niet meer zo. Je moet dat zelf maar zien te fixen tegenwoordig voor een groot deel. En ik denk dat dat zijn vaak processen waarin je moet... Door een bepaalde ervaring moet gaan en ook moet doordringen tot misschien je onderbewuste. Voor mij was die burn-out zeker wel dat proces. Maar ik denk dat onderbewuste dingen toelaten of jezelf toestaan om echt naar jezelf te kijken, goed te graven. Dat is ook iets wat heel erg voor mij spreekt uit wat jij zegt over spelen. Omdat je daar ook in een bepaalde manier een bepaalde controle loslaat en nieuwe dingen probeert. Zonder dat meteen hele heftige gevolgen heeft. Ik zou daar eigenlijk mijn nieuwe rite passage het liefst zoeken. Maar misschien wil jij daar meer over zeggen. Ja, en dan, maar kijk, dan verlaat je de rite passage. Want dan is het eigenlijk weer de volgende. Dan is het niet de rite passage vanuit de... burn-out weer, dat je geïntegreerd raakt in weer de normale wereld. Maar, want ik zou er toch ook een politiek item van willen maken dan toch veel meer. Hè? Om nou te zeggen, ja, het is een soort van persoonlijke rijping, een burn-out maken en je komt er wijzer uit. Dan denk ik, ja, maar ja, dat is niet de weg. Hè? Zou je juist toch niet moeten zeggen van, en daar komt dat spel, spelen... Of misschien ook religie, wat die allemaal zeggen. En ook filosofieën, die zeggen soms ook van... Er is toch meer in het leven dan die enorme jachtbaan en achtbaan... waar wij met elkaar ons allemaal gek in maken. Hè, en dat er vanuit lijfelijkheid en geaardheid en spel en spelen... en wat wij onze kinderen en kleinkinderen toe wensen... heel andere dingen ook belangrijk zijn dan dat ze bankier in de city worden... He, daar hoeft toch niet iedereen zelf persoonlijk tegenaan te lopen dat er meer is in het bestaan. He, en daar zou ik dan, ja, nou ja, het is dan
denk ik, van het feit dat hier ook jonge mensen vanavond zijn. Hè? Het is daar toch bijna een soort kritische tegenbeweging tegen wat in onze samenleving als succes en belangrijk en waardevol wordt gezien. En die is er gelukkig al wel, maar dat zou gebundeld kunnen worden. Nou, laat mij eens even vragen aan de zaal. Wie voelt zich al geïnspireerd voor zo'n kritische tegenbeweging? Die zegt, ja, daar zie ik mijzelf wel onderdeel van zijn. Jij bijvoorbeeld, ja? Dan kom ik zo, ja. Zeg even wie je bent, ja. Ik ben Evelien Arends. Ik heb zelf ook een burn-out gehad. Even in de microfoon. Ja, ik heb ook een burn-out gehad. Zo'n kritische tegenbeweging, ja. Maar dan inderdaad meer politiek en ook meer, vooral ook gericht denk ik op hoe vrouwen op dit moment meedraaien in het leven in Nederland. Waar het niet per se heel makkelijk is om bijvoorbeeld werk en zorg te combineren. En andere, ja, een kanttekening die ik wil maken is, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die geen burn-out krijgen, die heel hard werken en thuis de dingen allemaal op orde hebben. Dus ik denk dat ook echt gewoon mensen die daar toch wat kwetsbaarder voor zijn, zich dat heel goed moeten realiseren. Dat zo'n soort leven voor hen gewoon niet weggelegd is. Of misschien op een andere manier. Dus ja. Zeg jij, kwetsbare mensen moeten zich realiseren dat ze misschien iets minder. Nou, ik zeg mensen die kwetsbaar zijn voor een burn-out. Mensen die, want die zijn er. Ik bedoel, Donald Trump heeft niet een burn-out, terwijl die ook best heel hard werkt, denk ik. Ik weet niet. Hè, dat is gewoon een hele, iemand die nou ja. Heel succesvol. Heel succesvol. Nou ja, precies. Er zijn hele succesvolle mensen die niet een burn-out krijgen. Maar we moeten niet allemaal als die mensen willen zijn. Nee. Oké, dankjewel. Ik zag hier nog iemand die zei, ik wil wel meedoen, ik wil die maatschappelijke beweging tegen burn-out, mag ik het zo zeggen? Ja, nou, wat ik heel mooi vind, zeg even wie je bent. Eveline. Wat ik heel mooi van wat Christa net zei, is dat het ook wel iets collectiefs moet zijn. Want ik heb het idee dat we vaak ons heel erg op onszelf terugwerpen. Ik zie een bekende. We moeten zelf ons eigen succes maken, behalen. En dat je dat helemaal uit je eigen tenen moet halen. Maar je kunt jezelf ook veel meer een onderdeel van een netwerk zien, van een collectief zien. En je daar een soort positie in weten te vinden. Dus dat je niet alles zelf hoeft te bereiken. Maar dat je ook als groep heel veel kunt bereiken. En dat je daar misschien een bepaalde rol in kan spelen die je zelf bent of waar je je goed bij voelt. Maar hoe dat dan concreet vorm te geven, daar ben ik ook wel echt heel erg mee aan het worstelen en over nadenken. Dus ja, misschien is dat ook een vraag aan jullie. Buiten zo'n mooi spel, maar hebben jullie concrete ideeën, behalve het gesprek openen, kwetsbaarheid tonen, spelen? Zijn er echt dingen die je zou kunnen doen? Dus daar een collectieve oplossing. Ja, maar kijk, dat is, dan ga ik weer naar dat dialoogspel toe. Van kijk, de collectieve oplossing kan niet van bovenaf aangedragen worden. Die moet je juist, als je zegt, kijk, wij zitten met een groepje bij elkaar die bereid zijn om naar ontregeling, kwetsbaarheid, waar ook schoonheid bij hoort. Hè, daar willen we naar kijken in ons eigen leven en daar onze lessen van leren in de zin van dat gaan op een andere manier gaan waarderen dan in onze samenleving op dit moment gebeurt. Je hebt dat nodig. Je hebt weinig aan één of twee personen die zeggen, we gaan met z'n allen die kant op. Ja, dus ik denk echt en geloof ook echt in een model van dat je met elkaar een nieuwe weg ontdekt. En dat begint dus op een bepaalde manier in het klein. Maar dat kan wel groeien. Zo zijn heel veel nieuwe bewegingen. Nou ja, ik kijk naar Joost en ik denk van, dit is hoe religie misschien ooit begonnen is. Ja. Joost? Nou, religie heeft ook altijd centrale figuur, dus het is heel goed dat dit boek er is van Christa. En je zou hopen, als je aan politiek denkt, dat ook een aantal politici hun kwetsbaarheid zouden tonen. En op een gegeven moment zeggen, nou, nu hou ik op of dit hou ik niet meer vol. Dat is nu nog nat dan, maar dat, of in het bedrijfsleven ook. Dat een CEO zie ook nooit aftreden van, nou, nu, dit wordt me te gek, ik hou op. Nee, ze zegt alleen maar tegen jou in een persoonlijk gesprek, ja. Ik zou overwegen, maar het gebeurt nooit. Ja, tenzij ze moeten vertrekken. Ja. Om even iemand als Pechtold, bijvoorbeeld, die had al lang weg kunnen uit zichzelf kunnen zeggen van, nou, ik ben zoveel dingen
privé en openbaar nu zit genoeg. Maar die gaat maar door tot hij op een gegeven moment gedwongen wordt te vertrekken. En is er misschien een rol voor de kerk? Nou, voor de kerk weet ik niet. De kerk heeft in Nederland niet het meest positieve imago, maar nee. Ik denk voor religie in het algemeen. Maar het zou misschien een nieuwe manier kunnen zijn voor ze om weer effectief te zijn. Het zou op minst een sympathiek gebaar van kerken zijn als ze gastvrijheid bieden aan dit soort groepen. Ja. Als ze gewoon zeggen, je mag onze ruimtes gebruiken, want het past bij onze traditie. Het ging altijd over kwetsbaarheid en dromen die niet uitkwamen. Ja. Daar is het begonnen. Ja. En dus maar als Christa mag onze ruimtes gebruiken. Ja. Maar het moet breder. Nee, ja. Dus, en dan is het nog de vraag, want dan gaat het eigenlijk... Het gaat niet om dat wij mensen de kerk in willen hebben, als ik dan even als remonstrant spreek. Maar het gaat eigenlijk over, die gebouwen staan er. Ze worden niet meer zo heel intensief gebruikt. Nee. Het zijn vaak mooie gebouwen. En waarom zeg je niet, kom binnen hier... Ja. En speel het spel dat je graag wilt spelen. He? Dan graag met koffie en thee. Ja. Dan gebeurt er, maar dan gebeurt er weer iets heel wezenlijks in die kerken. Ja. Wat echt tot hun bron te herleiden is. Dat laat ik in mijn boek zien. Zou jij naar zo'n bijeenkomst gaan, Brechtje? In de kerk? Ik weet het niet. Dat ligt eraan, maar wat ik er aan moet denken. Ik heb een tijdje gewerkt voor een organisatie, een Europese organisatie, die keek naar leegstaande religieuze gebouwen in Europa. Mm-hmm. En ik weet toevallig dat er in Nederland elke week een kerk sluit. Ja. En dat is vreemd, omdat er wel veel behoefte is, volgens mij, aan verbinding. Ja. En ik moet ook even denken aan wat Eveline was het, geloof ik, net zei. Ja. Dat veel mensen zo in hun eigen, met hun eigen dingetje bezig zijn, dat het fijn zou zijn om een bredere beweging te vinden. Ja. En dan ga ik even iets heel prozaïs zeggen, maar al die ZZP'ers en al die mensen die voor hun eigen hachje moeten werken, het is heel moeilijk om dan te zien van welke bredere groep jij deel uitmaakt. Ja. En het maakt je kwetsbaar. En veel mensen zitten op het randje van het precariaat, zeg maar. Ja. Als je die dingen bij elkaar zou kunnen brengen op een bepaalde manier. Ik ben vooral heel benieuwd naar hoe we die groepen, die nergens meer duidelijk deel van uitmaken, behalve van hun BV, in verbinding met elkaar gaan brengen. Ja. Maar dat zou ook heel goed kunnen, werkplekken in de kerk. Nou, bijvoorbeeld. Waarom niet? Hè? En dan ook een koffieplek erbij. Ja. En een lunchplek. Ja. Maar kijk, dan krijgt de kerk weer betekenis. Ja. En dan zet je ook iemand erbij van humanistiek of van de remonstrantse opleidingen, die niet per se een boodschap hebben voor de wereld, maar wel weten hoe belangrijk het is om stil te kunnen staan bij dingen die je toevallen. Die je dus niet in eigen hand hebt en niet kunt maken. Ja. We hebben het misschien over persoonlijke kwetsbaarheid, maatschappelijke kwetsbaarheid. Voor MH17 ramp, de herdenking daarvan gebeurde in Rai. Dat is mijn meest troosteloze plek op aarde. En op dat moment dacht ik, gebruik in godsnaam die kerken. En vooral de kerken die steeds meer leeg zijn, want een kerk roept iets op. Dus ook denk ik, als samenleving moet je die kerken niet afschrijven van dat hoort bij dat. Maar nee, die kerken horen bij de samenleving. Ja, geef ze een nieuwe invulling. Ik zie hier nog een paar vragen, zie ik. Jij wilde graag... Ik ben Merel. Ik ben wel heel erg benieuwd of jullie, want jullie gaven alle twee, de vrouw net, wel aan dat jullie het idee hadden dat jullie de enige waren die dan met een burn-out kampten. Maar of jullie, of dat ook een soort van bij heeft gedragen, dat je het moeilijker had om het te verwerken of om ermee om te gaan, omdat je niet echt wist bij wie je moest zijn of dat je het gevoel had dat je nog extra alleen was, zeg maar. Ik weet niet of je... Ik denk dat ik heel graag had gewild dat ik iemand in mijn omgeving had bij wie ik kon gaan vragen, hoe was dit voor jou? Kom je hier uit? Hoe lang duurde dit? En dat het ook zou helpen om te herkennen wat er aan de hand is, misschien iets eerder. Dus dat is ook een reden waarom ik het er openhartig over heb geschreven, omdat ik dacht, daar had ik zelf behoefte aan gehad. Het lijkt me heel belangrijk. En dat speelt misschien voor jouw generatie nog veel sterker dan die voor mij. Toen ik in een burn-out raakte, waren er in mijn omgeving allerlei mensen op allerlei posities die zeiden, ik heb het ook meegemaakt. En ik werd in no time naar een hele goede coach doorverwezen. Want dat wisten die mensen. Die wisten waar je moest zijn. En die heeft mij
dus eigenlijk vanaf het begin heel goed kunnen begeleiden. En dat helpt. Hè? Want ik heb zelf, en ik hoorde het jou eigenlijk ook zeggen, maar andere woorden, ik was mijn stuur helemaal kwijt. Hè? Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Ja, en ik had geen behoefte aan een diepgravende psychotherapie, want dat had ik al veel eerder in mijn leven gedaan. Dat was het niet, maar ik had gewoon iemand nodig die zei dit wel, dat niet. Hè? En ook niet al te veilig, hè? Want dat ging ik dus heel veel niet doen, want dat was beter voor mij op dat moment. Maar op een gegeven moment moet je weer een zetje krijgen, want op een gegeven moment voelt dat fijn, niks doen. Hè? Dat is een bevrijding, maar dan moet je weer een zetje krijgen van wacht even, niet al te lang hè, in je veilige huisje blijven. Nou, ik heb zo'n coach gehad. Ze is hier vanavond en zij heeft mij heel goed geholpen en ik wens dat heel veel mensen toe. En ik denk dat dat voor jonge mensen minder toegankelijk is. Hè? Dat mensen gaan zeggen, ja, ik heb het ook meegemaakt, ik ook. Ja, omdat ik gewoon, ik was er vroeg bij. Ja. Ja, maar er zijn heel veel jonge mensen vroeg bij, want dat weet ik dan weer van mijn coach. Ja. Hè? Dat, ja, dat ik heb juist nu, twintigers ook zijn. Ik heb nu wel meer mensen in mijn omgeving, die komen dan naar mij. Dus ik merk ook dat er wel een behoefte is. Ja. En dat jullie dus wel degelijk iets hebben opengemaakt, waardoor het makkelijker wordt om erover te praten. Waardoor wij er hier de hele avond over hebben kunnen praten in eerlijkheid en openhartigheid. Ik weet dat er nog vragen leven. Ik denk dat die ook wel straks misschien aan de bar nog kunnen worden gesteld. Want jullie zitten nu al, wij met z'n allen zitten al 1 uur en 3 kwartier heel ingespannen, geconcentreerd te luisteren. En ik denk dat ook velen van ons nu wel eens toe zijn aan een glaasje van het een of het ander. Dus ik wou jullie toch allemaal nu bedanken. Ten eerste natuurlijk Christa, Joost en Brechtje heel hartelijk bedanken voor hun openhartigheid, voor hun bijdrage aan deze avond. Ik wou jullie bedanken voor jullie enorme concentratie. Echt petje af. Ik zag jullie allemaal kijken en luisteren. En jullie hebben er best veel aan gehad, denk ik. Geweldig dat jullie zo geconcentreerd hier waren. Dus applaus voor jezelf. Dan wou ik nog even zeggen dat het boek Jozef, voor Jozef en zijn broer nog in de hal verkrijgbaar is. Ik kan het jullie zeer aanraden. Het is een prachtig boek. Nogmaals, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en tot een volgende keer.